Dat bakje is ook schoon, maar ik moest van Karin closetrolletjes gaan bewaren. Om daar wat in te verstoppen en dan dicht te vouwen. Want die moet ook heel erg nodig. Dus we gaan weer verder en kijk eens wie er ook bij is. Onze Gandalf. Ja, ja, die loopt gezellig met ons mee. Vrienden, het is vandaag alweer donderdag. Wat gaat de tijd toch hard, hè? En we leven om 14:29, bijna 14:30. Ik moet zo meteen weer even met Rijke uit. Daarna ga ik, als ik terugkom, die bende opruimen. En ja, het is weer prachtig mooi weer. We hebben wel regen gehad vanochtend, maar ja, ik heb niet veel te zien, hoor. Want ik was bezig, ja. Maar ja, de lucht is blauw, niet strak, want er zit hier en daar van die uitgewaaide wolken in. Hoe ze die noemen, weet ik niet. Maar in ieder geval, het zonnetje is er en het zal vanavond wel weer gaan regenen, net zoals gisteren. Ja, het regent s'avonds, nou ja, dat heb ik ook liever. Ja, overdag mooi weer en s'avonds of s'nachts regen. Kom maar op, niet erg. Als het maar even droog is, wanneer ik s'nachts nog weer even met Rijka uitga, daarna mag het wel met Plinksen, ja. Maar oké, ik wens jullie natuurlijk een welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. En ik wens jullie al het geluk van de wereld toe. En veel liefde, veel vrijheid, maar dat zit er niet in. Nee, want ik heb weer het een en ander gehoord dat, dat wordt andere week denk ik niet zo leuk. Nee. Kappers mogen nog niet open, nee, mag allemaal nog niet. Dus ja, het is afwachten en het haar wordt langer op, ik moet het wel anders doen. Ik heb het nou helemaal naar achteren en dan leg het in mijn nek. Maar het is nog niet lang genoeg om er een starretje in te doen, nee. Ik vind het een matje niet fijn, echt niet. En het haar wordt ook zo zwaar en daardoor krijg ik ook nog weer eens een keer hoofdpijn. Ik heb al heel dik, zwaar haar. Het duurt ook altijd bij mij, ik weet niet hoe lang voordat het droog is. En ja, dat vroeger, ik had prachtig mooi lang haar. Krullen tot de met en de konden zelfs zitten zo lang. Maar ik klaagde toen ook steen en been vanwege mijn hoofdpijn. Buiten dat ik migraine ook ben, ik ben ook migraine patiënt. Maar ik naar de dokter en met mijn moeder en toen zei hij van nou ja, het beste is de haar afknippen, want dat weegt nogal mee. Dus dat vond mijn moeder niet leuk. Dus het is eraf geknipt tot de schouderlengte. En deze dame bleef mij doorjanken en peeuwen en van hoofdpijn. Dus nog een keer naar de kapper en toen kreeg ik gewoon een leuk, kort meisjeskopje, geen bloempottenmodel hoor, nee, gewoon het leuk geknipt. En toen was ik er wel vanaf, ja. Tenminste, vanaf mijn normale hoofdpijn, die blijf je dan toch wel behouden als je ermee wordt geboren. Maar je bent die hoofdpijn kwijt vanwege het gewicht mee te dragen wat je mee moest dragen. Dat was ik kwijt, maar nu ja, het begint weer. Maar ja. Ik kan het pret niet boeien. Ik ga mijn hondje lekker even uitlaten. En ik wens jullie natuurlijk heel veel liefde, heel veel plezier. Geniet van alles wat jullie doen gaan. En ga zo min mogelijk naar buiten. Er moeten boodschappen gedaan worden en je hebt een gezin. Laat dat één persoon doen. Ga niet met twee of weet ik veel wat. Het is nog steeds geen uitje. Nee. Ik vond het vroeger trouwens ook niet leuk om de kinderen mee te nemen. Maar ja, dat moest wel. Ja. Ik vond het helemaal niet leuk. Die loopt te blaren. Mama, dit. Die loopt te janken. Die ligt in de kinderwagen de luien vol te poepen. Ja, noem maar op, weet je. Nee, ik ging toch wel echt liever alleen. Nee, ook die kinderen niet om je heen. Je hebt niet een man die op je handen staat te gluren van wat doe je, wat koop je. Nee, echt. Was wel, als ik het alleen nog kon doen, vond ik het wel fijn. Ja, echt wel. Kijk, andere uitjes, zoals naar het bos toe of naar een kinderboerderij toe. Ja, dan gaan de kinderen mee. Maar voor de rest, nee, met boodschappen doen had ik ze liever thuis. Ze gingen wel mee, maar
Ik had ze liever thuis, ik deed het liever alleen. Maar ja, als je in een dorp woont, waar wel winkels zijn, maar hele dure winkels, dan neem je de auto en dan ga je naar het andere dorp, waar de goedkope winkel Aldi is. Noem maar wat, hè. Had ook net zo goed een andere winkel kunnen zijn. Maar ja, ik heb geen rijbewijs, tot heden vandaag de dag nog niet. Ik kan het wel hoor, daar niet van, maar ik heb geen rijbewijs, dus ik mag niet rijden ook. Maar ja, die man die ik toen had, die kon wel rijden, dus ja. Dan ga je toch gauw met de auto, dan gaat toch het hele gezin mee, ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet en ik spreek jullie later. Doei! Ja, lieve vrienden, ik heb mijn vest alweer dicht gedaan, want ik doe zo mijn sjaal om en mijn jas aan. Want het is weer tijd dat ik Rijke uit ga laten. Want die loopt ook weer te vragen. Hé, Rijke? En de vaatwasser is ook klaar, want die heb ik al openstaan. De boel is dus weer netjes. Oké, Rijke had eeuwen in haar bakje stiekem leeg gegeten, dus die heb ik in het water gezet. Die vaas is ook schoon. Dat bakje is ook schoon, maar ik moest van Karin closetrolletjes gaan bewaren. Om daar wat in te verstoppen en dan dicht te vouwen. En dan weer verstoppen wanneer Rijka buiten in de tuin is. Zodat Rijka moet gaan zoeken. Ja, weer een leuk spelletje. Dus dat gaan we doen. Ja. Dus dat sparen we even bij elkaar. En dan komt het ook wel weer leuk. Ja. Het is vandaag nog steeds donderdag 30 april, ook dat nog, ja. Dus vandaag is prinses Beatrix jarig, hiepe de hiep hoera voor haar. Ja, dat was vroeger onze koningin, daarvoor was het haar moeder, Juliana, en dat is de oma van Willempie. Maar nu is het de tijd om Rijka dus uit te laten en ik ga straks ook weer even een plaatje maken. Ik heb een paar filmpjes weer in een map gedaan, van weer uitgezocht wat hoort bij elkaar, wanneer begint er weer een andere dag, oh, moet ik weer stoppen. Een mappennaam geven, of dat filmpje krijgt dan uiteraard die naam. En daar ben ik nu mee bezig om voorraad te maken. Dan ga ik dat renderen in de videopad. En dan breng ik er ook een heleboel tegelijk naar YouTube toe. Zodat op YouTube ook een wachtlijst staat. Zodat ik meer rust krijg en wat beter kan. Dat ik ook van andere dingen kan genieten. Dus iedere dag doe ik nou even een paar filmpjes bij elkaar zien te brengen, van wat hoort bij elkaar en wat is weer bij een andere. Zo ben ik wat bezig. En dan ga ik straks dus, en eten, hè, moet ook doorgaan. Jij nou, Rijka? Wat een gaaf meisje. Moet jij zo gapen. Ook heb ik nog meer koetje gevonden. Langs de route dat ik met Rijka de korte wandeling doe. Aan de overkant van de gracht. Bij die bouwput, daar is ook een meerkoetje bezig een nestje te maken. Dus ik neem jullie even mee, even kijken of er bezig is. Altijd leuk, toch? Even die meerkoetjes een beetje te volgen. Ik vind dat, ja, heerlijk. Dat geeft je gewoon een fijn gevoel. Want dat gaat allemaal door, die natuur, hè? Ja, de natuur, dat is een wonder. Ja, echt wel. Dus ja, ik neem jullie even lekker gezellig mee. Is ze er niet, vlog ik niet. Is ze er wel, vlog ik wel. Dus, komt goed, lieve vrienden. Ze zeggen, geniet van alles wat jullie doen gaan. En ik spreek jullie later als ik weer terug ben. Doei! Nou, daar is ze. Bij haar nest. Ze zit voor haar nest. Tenminste, ze ligt in het water. De nest die ligt achter haar. Ze was er net een beetje rondjes aan het zwemmen eromheen. Wat ze nou exact doet, ik weet het niet. Want ze heeft nog niks. Maar ze is, ik denk dat ze even ligt te rusten of zoiets, totdat ze weer verder gaat. Want ze ligt er wel bij, maar ze doet helemaal niks. Maar wat de mannetjes weet ik ook niet. Die zag ik net wel.
En ik moet weten waar Rijka is. Zo. Nou ja, daar heet die Bahauputters. Ben ingezoomd. Nou, dat schiet al aardig en echt heel goed op. En daar gaat een helikopter in de lucht. Dat is een offshore. Nou ja, en daar heet Cape Holland, de Oude Rijkswerf, Marine Museum, etc. is daar allemaal aanwezig. Nou ja, zij ligt daar nog steeds. Maar ja, we blijven haar ook een beetje volgen. Ik ga nou weer verder, want die moet ook heel erg nodig. Dus we gaan weer verder en kijk eens wie er ook bij is. Onze Gandalf. Ja, ja, die loopt gezellig met ons mee. Dus we gaan weer verder. Ik zou zeggen tot straks.